Hoi allemaal, vandaag heb ik weer zo'n wat andere video dan normaal. Mitch is er ook bij, want vandaag wilde ik laten zien wat Niels zijn favoriete speeltjes van dit moment zijn. Ik weet niet, het leek me wel leuk. Hij is nu ruim een half jaar oud en sommige gebruikt hij al echt al maanden en andere zijn wat nieuwer. En ik dacht, ja, het is misschien wel een keer leuk om te laten zien wat hij nou leuk vindt om mee te spelen. Want soms is er zoveel keuze en denk je, ja, wat is nou leuk voor een baby van een half jaar oud. Dus laten we maar gewoon beginnen. Wat hij al heel lang heel leuk vindt is dit. Dit is een zak vol met dit soort badspeeltjes. Je kunt het zeg maar op de badrand plakken. En het is van een soort, een beetje rubberachtig. Hij vindt dit fantastisch. Hij stopt het vooral heel graag in zijn mond. Dus hij vindt het niet alleen in bad leuk, maar ook gewoon in de box of op de grond of maakt niet uit. Dit is toevallig een schildpad, maar het zijn gewoon de primaire kleuren. Dus blauw, geel, rood, dat soort kleuren. En dan stopt hij het in zijn mond en dan vindt het prachtig. Dus hij vindt dit heerlijk. Hij vindt sowieso alles in zijn mond natuurlijk prachtig, maar goed, welk kind niet. Ook deze vindt hij heel fijn. Dit is Sophie de giraf, maar dan de bijtringachtige. Deze heeft hij van oma gekregen. Deze heeft hij trouwens van een oom gekregen. Een van zijn ooms. Hij heeft alleen maar ooms, geen tantes, alleen maar zeg maar de wederhelften. deze. En deze kan hij gewoon heel makkelijk vasthouden, maar hij vindt het ook lekker om op te bijten. En hij zit nu vooral op die kop te knagen. Hij heeft nog geen tandjes. Ik heb wel het idee dat het niet heel lang meer kan duren, maar ik heb geen idee. Ik merk er verder nog niks aan dat hij dus chagrijnig is of zo. Maar ja, dus dan is hij heel fijn. Dan hebben we ook een ander van Sophie. Ook Sophie de giraf, zeg maar. Maar dan met water erin, die je dus in de koelkast kan leggen, dat het lekker koud is. Maar voor nu vindt hij deze. En dit kan je gewoon lekker makkelijk vouwen en doen. En hij vindt deze heel leuk. Dan een van zijn nieuwste favorieten. En dat is dit boekje. Dit is Wat hoor ik? En ja, deze is gewoon van de kruidvat, maar je hebt er volgens mij heel veel. En dit is fantastisch, want dit maakt geluid. Nou, hij vindt het prachtig. Mitten snapt er helemaal niks van. Maar hij vindt het prachtig. En het zijn verder gewoon hele basis plaatjes. En hij is nu zeg maar in de fase. Oh, het is nu ook al stuk aan het gaan. Hij is nu zeg maar in de fase beland waarin hij zeg maar dit soort dingen. Hij vindt boekjes heel leuk. Maar omdat hij alles in zijn mond stopt. Weer al die boeken. Oh, kom op. Hij is misschien wakker geworden van de kikker. Zijn natuurlijk al die gewone normale boekjes, ja, als je dat in zijn mond steekt, dat gaat natuurlijk direct stuk en scheurt en doet. En deze kan hij redelijk, nou ja, deze wordt ook wel een beetje lelijk, maar goed, dit kan hij veel beter in zijn mond stoppen. Dit kan hij ook makkelijker bladeren, want dit is natuurlijk groter voor hem om vast te pakken. Dus hij vindt het echt prachtig. We doen het vaak als hij bijvoorbeeld zijn hapje heeft gegeten en hij zit nog in zijn stoel, dan leggen we dit voor hem neer, vindt hij echt prachtig. Dan zijn recentste cadeautje. En dat is deze. Oh, hij wordt net wakker. Sven is bij hem. Deze rammelaar. En ik heb geen idee. Dus het kan allemaal kanten op draaien en zo. Maar hij vindt het gewoon prachtig. Ook wederom in zijn mond te stoppen. We hadden laatst een feestje. En er waren sambaballen. En hij heeft alleen met die sambabal in zijn mond rondgelopen. Dus we dachten, dat is ook leuk dat hij nou dit cadeau krijgt. Want hij vindt dit prachtig. Dan dit. Bekertjes in alle maten. Dit is een soort stapelsysteem met allemaal dieren erop. En het wordt uiteindelijk geloof ik een giraf. Er zit ook een emmer bij en daar kan je dan weer vormpjes in doen. Zo, maar dat is allemaal nog een beetje te volwassen voor. Deze heeft hij van oma gekregen, van zeg maar mijn moeder. En deze is dus ook voor later als hij wat groter is. Dan kan hij steeds meer onderdelen die hierbij horen zeg maar, gaan gebruiken. Maar hij vindt nu bekertjes prachtig. We hebben ook een bekertje, als hij in bad gaat, een bekertje. Dan heeft ze een soort gietertje, dat vindt hij ook fantastisch. En ja, weet je, ook dit kan heel goed in zijn mond. Hij vindt alles natuurlijk gewoon leuk om in zijn mond te stoppen. Maar deze vindt hij ook gewoon ontzettend om gewoon naar te kijken en zijn hand in te stoppen. Ik weet het allemaal niet. En dan het cadeautje wat hij kreeg toen hij een half jaar oud was. En dat is deze. Een half jaar oud werd, moet ik zeggen. En dat is deze Woezel en Pip loopwagen. Nou loopt hij natuurlijk nog totaal niet. Het was een tip van een collegaatje van mij. En eigenlijk, als hij zit hier nu dan graag voor. En ik ben echt super trots op hem. Maar hij kan dus heel veel dit open en dicht doen. Dat vind ik prachtig.
Maar hij kan dus gewoon een beetje aan het draaien en aan het doen. Hij kan er nu nog natuurlijk niet zoveel mee als straks. Hier zit ook een spiegeltje. En, nou, hij vindt het gewoon prachtig. Dus dan ga ik met hem op de grond zitten. En zet ik hem op de grond neer. En dan kan hij er zeg maar zo echt een beetje voor gaan zitten. En dan zit hij als een soort professor zit hij dat allemaal te doen. En het is echt super schattig. Hij vindt het echt zeer interessant. Soms zet ik hem ook gewoon voor hem neer in de box. Want dan kan het niet wegrijden. En dan zit hij daar gewoon een beetje zo. Dus dat is echt super leuk om te zien. Dus dat zijn eigenlijk zijn favorieten van dit moment. En ze moet ik zo noemen. Niels zijn favoriet van dit moment. Ik kan ook wel een keer, als je dat leuk vindt, iets met zijn favoriete kleertjes, knuffels, zo'n soort mix maken. Gewoon een Nielsen favorites right now of zo. Ik weet niet, want dat verandert natuurlijk bij baby's vrij snel. Laat maar weten of jullie dat leuk zouden vinden. Ik heb geen idee. Maar dit leek me gewoon wel grappig. Ook omdat hij dus net een half jaar is geworden. En ik weet niet of deze eerder online komt of dat er de update over hoe het nu met ons gaat eerder online komt. Dus als je daar benieuwd naar bent. Ik zie trouwens nou denk ik dat ik één essentieel ding nog niet heb laten zien. Dat ga ik nu pakken. Dat is deze. Dit is een kleed. Dit heeft mijn moeder gemaakt. En er zitten allemaal pootjes van mittens op zoals je ziet. Dit is gewoon een enorm lekker speelkleed. Waar hij heerlijk vindt om op te liggen. En nou ja, weet je, hij probeert al een soort van vooruit te komen. Maar dat lukt nog niet helemaal. En zo'n kleed is natuurlijk lekker dat hij niet meteen op de grond ligt. Zeker ook met alle haar en zo van mittens. Ik bedoel, je kan elke dag stofzuigen, maar het beest laat natuurlijk gewoon heel veel haar rondzwerven. Dus ik vind het wel lekker dat hij nog op een kleedje ligt. Voor zolang we dat kunnen volhouden. En dat vindt hij heerlijk. En dan zit hij dus met al die speeltjes. Maar dit kleed vind ik echt heel fijn. Niet te koop, dus want gemaakt door mijn moeder. Maar dat is ook wel een leuke tip. Als je een keer een oma hebt die graag iets wil doen, vragen of ze zo'n kleed wil maken. Dus een hele, nou, tenminste kan je hem helemaal kussen. Maar zij heeft hem zelf bedacht, zeg maar wel natuurlijk met rekening houden met ons grijze huis. Maar ja, je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld van die oude lapjes van jou van vroeger of zo, weet je. Oh, ze zijn aan het keten. Goed, dat is nog een favoriet van hem. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden te zien en ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Laat ook weten wat jouw favorieten zijn van jouw kindje als je een kindje hebt van een half jaar oud. Of jonger of ouder is natuurlijk ook altijd leuk. En ja, ik zie jullie snel. Doeg! Ja, het ruikt naar koekjes. Ik vind het heerlijk. Dan, dat was ook mooi trouwens, ik was in de Sephora daar.